Kom ik erbij. 1, 2. Ja. Bijt een beetje op je tanden. En als je een conclusie wilt trekken onderweg, trek die conclusie. Trek je band eraf en lever hem in. Maar blijf niet in die eindeloze aanfluiting doorlopen. Nummer 9, optillen en lopen. Ik denk dat de voldoening die je haalt uit het volbrengen van zulke soort avonturen gepaard gaan met dat je eigenlijk ook wel een soort van de pijn opzoekt, omdat je dat ook als een soort mijlpaal kan zien. Om gewoon de pijn te voelen. Want op het moment dat ik dan ga douchen, dan ben ik echt gelukkig. En dan heb ik weer de dag gehaald. Onmacht. Wat is dit toch? Onmacht. Frustrerend is dat, hè? Ik wil zo graag. Ik wil zo graag. Weet je wat ik dan altijd doe? Als ik me zo ooit zou voelen? Wat? Voor wie zou je lopen? Wie zou je komen halen altijd? Wij. Ja, wie nog meer? Wie zit er thuis dan? Mijn ouders, mijn partner, mijn kind dat aankomt. Als ergens vuur verbrandt, dan is het voor mijn kind. Dat heb ik ook. Daarom ben ik altijd teruggekomen. Sta op, dat kan je ook. Sta op. Moet je eens opletten wat voor kracht er in je zit. And I'll fall on my knees. Tell me how's the way to be. Zie je? Dan zweef je. Tell me how's the way to go. Tell me all that I should know. Ik ga het volbrengen. Omdat ik het niet aan mezelf kan verkopen. Als ik dat niet doe. Aan mijn vrienden niet. Aan mijn familie niet. Aan mijn kleine kind niet. Straks. Ik hoop dat mijn kindje straks gaan kijken en dan denkt, hij is gewoon zo'n actiefiguur in zijn doos voor mij. Take me to